Nou, ik ben dus René Smink, Real Smurf. Ik rij samen met mijn vriendje Dick Grote Smurf in Smurf Racing met Smurf 2. We zijn nu met de eerste racedag bezig van de Max 5 Cup. Prachtig weer zoals we kunnen zien. Valt hartstikke mee. En resultaten zijn qua tijd goed, maar andere mensen worden zo snel dat het toch wel problematisch wordt om aardig mee te komen. Met een 2-10-4 wat voor mij toch wel een hele goede tijd. Ik sta nu op de 13e plek voor de eerste race. Dus moeten we heel hard aan het werk om te proberen om er wat beters van te maken. Dus ik ben heel benieuwd wat de dag gaat brengen. Nou, kwalificatie achter de rug. Persoonlijk record gereden. 2-9-5. Ik dacht nou, dat is een mooie tijd. Rijdsprogramma 2-7-2. Met 2-9-5 sta ik op de 9e plek. Nu een hele vroeg start hebben en dan die 2-5 wel. En dat ga ik proberen. Ja.
Brilsmurf. Ja, op de tweede plek gereden. En die kunnen houden met vierde geworden in de tweede race. En de laatste race was heel goed op een derde plek. En die kunnen houden. Vierde, vijfde geworden. En we hebben de allerkloosste finish ever in de Max 5 Cup. We zijn echt zak tot op 1000ste seconde gelijk geheim met die nieuwe Westwijver die achteraan de rond was. Dus ik weet niet of Juri de vijfde plek heeft of ik, maar het was een fantastische dag. Mooi. Ja. Ja. Nou, ik heb de hele dag heb ik op de 13e plaats weten te rijden. Elke race weer opnieuw 13e. Ondanks mensen die uitvielen, wegslipten en weer inhaalden. Dus ik moet nog proberen om sneller te worden, nog steeds. En de laatste race ging eigenlijk wel lekker. En toen ben ik op de finishlijn waarschijnlijk. Misschien 15 centimeter of 10 centimeter door nog misschien twee andere auto's ingehaald. Dus ik heb geen idee wat de laatste race van de klasse 1 is. Dus 2 keer 13e. En 1 keer nog onbekend. Misschien ook 10e tot 13e. Ik heb geen idee. Dat horen we nog. Ik heb een beker. Man. Zo'n stukje. Een piemel lengte. Maar je hebt je niet verveeld. Brrrr, brrrr.